lukt. Pingpong. Je hoort Luc, pingpong. Oh, ja, ik ben al geïnteresseerd. Ach, het licht weer. Blijf nou eens van die licht. Oh, nou dat was snel. Storage. Nou, we Steve. Die heel sloompjes loopt. Wauw. Kan je daar gewoon helemaal niks of? Moeten we hier gaan zoeken? Deze anders. Ik weet niet wat Stephanie en Saskia aan het doen zijn, maar ze lopen echt dood. Als kippen zonder kop rond. Nee, ik ben niet dood. Aaron is super suspicious en daarom ik ben aan weglopen. Nee, je bent gewoon betrapt Stephanie, want je loopt echt als een kip zonder kop rond. Ik verstopte me en toen liep je terug naar Electricon en toen ging je mijn taak doen. En daarna kwam je heel casual weer bij de nucleaire reactor en kwam je er weer voorbij lopen. En toen liep je gelijk weer door naar boven, dus je had helemaal niks links te zoeken, maar je liep er wel gewoon langs. Ik had wel iets te zoeken, maar ik durfde niet dicht bij jou in de buurt komen. Dat mijn aars. Jij kwam achter mij aan. Je wist dat ik links stond en jij ging naar een electrical en je kwam terug naar links. Als je zo bang was, dan was je nooit terug naar links gekomen. Saskia of Stephanie is het. Ja, die zag me in de cafetaria al lang staan voordat Aaron erop heeft gedrukt. Want ik dacht, hij doet het bla 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 bla. Dus? Sowieso, het is Stephanie. Ik heb suspicious pint, dus daarom wil hij me wegwerken. Oh, ik maak deze meeting aan, hè? Niet jij. Ja, daarom. Babushka! Babushka. Somebody hates you! Babushka zelf gewoon. Ja. Ja. Gewoon voor de verwarring. Piep, 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 piep. We hebben alles gehad, hè? Aaron, ik denk dat je suspicion op Saskia gelijk was. Ja, ik denk het ook. Ja, die was echt heel dom. Ja, die was echt zo. Ik was echt heel confused, want ik zag Milan in security en ik zag Saskia daar zo staan van Ja, ik dacht toen jij de body ik had Milan gevonden, zag, daar dacht ik het ook. Oh, even snel deuren. Ah, okay. Was... Zag jij het niet, Milan? Nee, alleen omdat ik jou in een reactor zag lopen en Saskia daar vandaan kwam en jij stond van body, moest het wel. Oh, dus ik dacht echt, Milan heeft mij gezien. Nee, ik had je niet gezien. Nee, ik had het niet gezien. Ik had het niet gezien. Dus ik was echt kak. Ik zag jou erin komen en toen zag ik Milan, moest ik eigenlijk, oh. Hey, hallo jongens. Hola. Hoi. Ik ben deze week, en ik heb heel veel potjes gespeeld al deze week, nog geen enkele keer in Polsen geweest. Het is echt niet te geloven. Maar seriously, is hij echt precies nu klaar met update? Vermoeiend. Oh boy. Oh ja. Yeah. Nu goed hoor, jongen. Wie waar? Hadden we nou twee of één? Twee. Weapons. Dat is best wel typisch, maar... Echt wel. Nou ja, jongens, ik ben niet die kant op gegaan, dus... Nee, ik ook niet. De enige die ik daar heb gezien is eigenlijk Saskia. En dat was iemand naast mij die ook nog... Dat was Milan, die stond ook... Oh nee, wacht. Nee, die is dood. Ja. Oh. Ja. No shit. Nee, Steve is inderdaad naar links gegaan, want ik ben naar Medbay gegaan. Ik heb jou gezien, inderdaad. Ik heb boven garbage disposal gedaan, toen ben ik naar beneden gelopen om daar te doen. Aaron? Ja, klopt, en ik ben daar Luc achteraan gelopen. Edmund. Ja, nu. Wat, die hebben we niet achteraan gelopen? Er zijn er wel twee in, hè? Edmund. Dus misschien... Ik ben wel achteraan gelopen. Helemaal niet. Er zijn er wel twee in, dus het is wel anders heel snel voorbij. Ja, we moeten wel uitstemmen. Saskia, ik stem voor Saskia. Aaron, wat? Eerste insteek is gewoon de beste insteek. Zo werkt het ook met spelling.
Aaron, wat heb je Admin. Nou voor Admin? Voor Admin! Ja, Admin! Aaron kan ik ook wel 5 stellen. Oké. In ieder geval, voor nu. Wie zit er aan mij? Ja, dan. Dat is al het einde, maar nog niet. En klaar. Ja. Wat? Ik heb hier nog enkel woord gezegd. Nee, klopt. Ik heb hier expres achter Aron aan. Die, ik denk, die moet ik hebben. Ja, doe ik net eerder weg voordat mijn kill cooldown op was. Dat dacht ik altijd te merken. Maar. Tuurlijk, crewmate. Bij mij staat er net trouwens heel hoog, ja? Ik weet niet of bij jullie ook. Wat? Die MS ging. Ja. Die staat soms met 500 of zo. Ja. Dat is toch heel hoog? Ja. Dat is een half seconde. Nou, dat is iemand dood. Nee, dat is Sander die joined. Inderdaad, ik joinde. Oh! Oh, ik denk iemand verlaten. Nee, zou je niet meer doen, want anders, ja. Ja. Ah, wat is dit nou weer? What the fuck? Jesus Christ. Wat zijn dit voor potjes? Misschien 40 seconden cooldown. Ja, misschien nog wat langer. Want dit was ook voor mijn gevoel echt gewoon... Pap, pap, pap. Hotseflots, 50. Huh? Ja, gaan we zo doen. Nou... Ja. Ik weet niet of je een skelet maakt. Blaadjes. Hey. Ik heb Sander gevonden in Electrical. Of course. Okay. Ja, altijd. Maar ik heb verder niemand gezien. Ik en Luke stonden bij Admin. Ja, dat heb ik gezien. Ja, ik zag jou net omhoog. Oh ja, Stephanie stond er ook. Ja, ik was net in de cafeteria en iemand liep achter mij aan. Ik kwam je daar net langs gelopen. Dat was... Wie liep achter jou? Milan, was jij dat? Ik liep alleen, volgens mij. Oh, voor mij liep je achter me. Ah, dat is de ping. Ja. Ja. Ja, dat is de ping. Nee, ik liep echt net richting Admin. Ik ben helemaal in het begin in Electrical geweest. Maar... Waar lag die ook? Oh, Electrical. Helemaal in het begin, voordat je de reactor ging fixen. Nee, want ik ben jou achter jou aangegaan, maar rechtstreeks gegaan. Daarvoor was het al. Nee, maar wij liepen samen inderdaad, want jij stond bij de fuel tanks. Ja, dus er zijn mensen die achter ons aankwamen, dus misschien zijn dat die het... Dat die eerst electrical ingesneakt zijn. Ja. Dat kan, ja. Ik denk dat Aaron in ieder geval niet is. Aaron en Saskia volgens mij, die vier. Okay. Saskia vind ik ook heel suspicious, want op een gegeven moment zag ik haar en echt een seconde na... was ze weg en ik wist niet of het lag aan mijn internet of omdat ze geband had. Ja, ik durf het ook bijna niet te zeggen, maar... Maar in de internet bleef jij toen staan, Saskia? Ik bleef wel even staan om te kijken waar iedereen heen ging en wat ik moest doen. Ik ben bij navigation. Ja, jongens. It's in the name, Saskia. Dat klopt. Blaadjes. Ja.
Wat is dat voor nodig? Ik denk dat het Chaelin in het is. Hoezo? Omdat jij net aan het doen was of je taak aan het doen was, terwijl... Nee, maar noem eens de laatste drie taken op die je hebt gedaan. De laatste drie. Ik ging eerst naar die naar dat dingetje in storage om je ding te vullen. Fuel? Ja, dat. En toen ging ik naar electrical. En toen ging ik de draadjes er fixen en daarna dat O2 omhoog swipen. Dat zijn drie. Okay. En nu ben ik weer terug in storage. Maar waar baseer je dat op, Luc? Wat is je vermoeden? Ja. Nee, omdat zeg maar, ik zou dingen doen en de balkje ging niet omhoog. En toen, ja, maar er zijn toch ook onderdelen van? Ja, nee, maar ook toen jij in electrical stond die draadjes te doen, toen zag ik hem ook niet omhoog gaan. Ja, maar je moet toch nog eerst storage ook nog doen? Dat zijn toch één van de drie die je moet fixen? Maar gaat hij dan niet omhoog? Nee, pas als ze alle drie gedaan zijn. Nee, die fout heb ik ook een keer gemaakt. Ja, inderdaad, met die overload van download. Oké, ja, valse alarm. Well, that sucks. Oké. Ik denk dat Luc het is. Ja, ik denk het ook. Waarom weer babushka? Somebody does it babushka. Die taken gaan pas omhoog als... Ja, dat bedacht ik me pas net, want... Okay, maar Aaron en ik hebben Stephanie gevonden. Ik denk... ik heb het weer niet te doen, maar ik denk dat het Celine het is. Ik zat op het camerabeeld te kijken en ze was constant tussen kamers en hen één aan het bewegen. Ik denk het ook. Tussendoor. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik heb, maar ja, misschien hebben jullie ook al iets toe. Ja, wat? Concreet, ja. Ja, beter iets zeggen dan niet zeggen. Ja. Ja, soms is het ook beter om misschien niet te zeggen. ik denk dat Boesboeske het niet is, want hij had me wel vermoord anders in electrical. Ja, same. Maar wie hebben we niet gezien tijdens het O2 oplossen? Want mij, want ik was nog niet, ik was niet op tijd. Ja, en daarom ligt er nu het lichaam in electrical. Oh. Omdat Milan er niet was. Ja, Milan stond samen met mij in de... Bij security. Security, en toen ging dat ding af. En toen ben ik gelijk naartoe lopen naar de poster. Ja, ik heb jou daar gezien toen ik net klaar was. Ja. Milan zag ik het nog samen met Celine erachteraan lopen. Ja. Maar er waren maar een paar van ons links. Ik vind deze wel leuk. Het is gewoon heel... Tum tum tum. Het is allemaal zo weinig om niemand... Ja, ik heb ook echt gewoon... Ik mis een beetje die firing smoking gun. Nou, doe jij dan iets firing smoking gun? Ik hou van pinda's. Pinda. Ja, echt hè. Wel de pinda is oké. Okay. Yeah. Wat is dit? Jongens, wat? Wat? Nee, eerst heb ik niet op mezelf gehoord. Ja, ik ben er ook helemaal klaar mee. Nobody likes you, Luke. Wie? Blijf kleven. Kutzooi. Ik heb echt niks van gedaan. Zo sneaky zijn altijd. Wie heeft Luc eruit gestemd? Ik. Nee, ik ook niet. Ik wel. Wie stemt de laatste ronde op mij? Want toen was ik het niet zelf. Dus twee random mensen hebben gewoon zonder reden op Luc gestemd. Nou, Luc. Ja, ik. Ja, ik ook.
Ja, maar Luc die was zo aan het vinger aan het wijzen, echt extreem. Ik dacht van ja, dat kan niet. Oh boy, wat ben je aan het shoppen? Oh, ik weet het weer niet. Wat? Waarom zijn dat al lang kopen? Wat? Nee. Ja, niet slim, ik weet niet. Of voor eens valse aanbiedingen te gaan kijken. Ja. Het is echt een natie, ja. Het hele... Oké. Okay. Iemand heeft zich is vermoord op de matscan. Ik was echt net bij download nog 1 seconde en gaan jullie... Ik haat jullie allemaal. Alweer. Misschien was al de concurrentie van de matscan. Ja, maar Chelen nacht is dood op de matscan. Heeft iemand... Ja, ik kijk ook naar Celine en Saskia. Oh, heb je een medical zien gaan? Nee, laat maar. Het was echt zo'n slechte joke dat ze in 3 seconden moest denken van... Nee, doe maar gewoon... Wat bedoelt hij nu? Ik heb niks gezegd. Shit! Dit was echt een confusion. Tijd voor het weekend. Zo. Oh ja. Oké, door naar de dooien. Nou, ik stond met Chell in een electrical. Ja, dat klopt, heb ik gezien. Maar, vanuit electrical kan je naar Medway. Ja, maar Chelly niet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Zelfmoord. Oké, ik stond in admin. Ja, er stonden er 4 of zo in admin, 3. Ja. Damn. Ja, ik was bij weapons mijn download aan doen. Suspicious. Ja. Nee, ik heb Saskia die kant op zien gaan. Ja. Jammer. Oké. Okay. En Milan is verdacht stil. Ja, omdat ik het gewoon niet weet. Ik ben bijna alleen maar alleen geweest. Ik ben wel heel even in admin geweest, maar nu ben ik aan de linkerkant bij de reactor. Oké. Okay. Wie heb je daar gezien? Bij de reactor? Helemaal nog niemand. Want daar okay, nog het is Milan, ik sta bij de reactor. Ja, daar ben ik toch nog niet ingelopen? Oh. Vermoeiend. Iedereen. Oh my god. Zo jammer. Als je snel nog iets komt op het einde, dan is hij gelijk dood. Succes. Je moet opgedronken worden. Ja. Ik had hem echt nog niet gezien. Maar hij was er nog niet. Maar waarom zei hij dat hij er was? Hij was zo stil. Kijk jou, Milan. Dit heb jij jezelf te danken. Oh ja, dat was mooi. Elkaar, want ik had sowieso al op hem gestemd. Voordat je dat zei. Wat is dat? Ze is aan het wachten, denk ik, op die... Jezus, ik schrok me helemaal tyfus. Jezus. Jongens. Oh, de taskbar is al lekker ver trouwens. Ja. Ja, het gaat best hard. Ja. Stephanie, wat was jij aan het doen op de kruising van de nucleaire reactor en security? Ik liep tegen de muur aan. Ja, ook, ja. Je liep echt 4 keer heen en weer. Oh, daarom liep je terug. Dat is niet enkelvoudig tegen de muur aan. Tweede keer liep ik tegen de muur aan. De eerste keer liep ik terug om te kijken of iemand misschien iemand anders doodmaakte. Mm-hmm. En nu ben ik ondertussen draadjes aan het verbinden. Oké, okay, ik denk niet dat Aaron is, want ik stond 1 tot en met 10 te doen, zeg ik maar eventjes. Oh. Ik weet niet hoe dat heet. In Reactor. En hij stond Simon 6 te doen, hij had me echt makkelijk kunnen killen. Ja, en hij moest zelf ook nog Simon 6 doen. En zelfs toen heeft hij me niet gekillt, dus ik denk echt niet dat hij het is. Dus, ben ik nu alleen maar op Stephanie op tunnelvisie of klinkt dit plausibel? Want... Stephanie ging echt 4 keer heen en weer, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dat is niet eenmalig tegen hem. Ik moest checken of iemand anders misschien dood is gemaakt. Ja, maar dat doe je 1 keer, je ging 4 keer heen en weer. Heel veel. De tweede keer liep ik tegen de muur aan. Ik heb geteld 4 keer! De eerste keer kijk je, de tweede keer liep je tegen de muur aan. Wat deed je de derde en de vierde keer? Dat is echt onzin. Nou ben je gewoon het aan het aandikken, gewoon zodat ik eruit word gekikt. Nee, daarom vraag ik het aan de rest van de groep. Sowieso is Aaron en Arnhem. Nee. Sander, ik had Sander al 10 minuten lang kunnen vermoorden. Wat heb ik misdaan? Nee, nu bepoot ik sowieso op je. Ik weet niet wat ik jou heb misdaan.
ik denk oprecht. Je moet kiezen. Aaron is Aaron en Babushka. Nee, maar. Waarom is Kipkast niet gewoon? Ik heb haar taak gezien doen. Jongens, we zijn zo ver. Elkaar eruit stemmen is echt dom nou. Ja, moest deze niet zo overdag gaan lopen doen. Ik ben het helemaal niet, jongens. Ja, de vorige keer heeft Aaron het doel gedaan en toen was hij het. Jongens, gewoon taak doen. Gewoon stoppen met elkaar uitstemmen. Ja? Wie is het? What the actual... Sorry, Steven. Ik werk niet meer. Jij bent ook dood. Ja, nee, ik ben niet dood. Ik ben een poster, maar ik heb een zwart beeld. En Celine wil het in de eentje proberen. Nice. Jij was het ook nog. Ah. Ja, maar ik was ook crewmate. Dus ik kon taakjes doen. Dus, ik zie jou hier zo stilstaan. Ja, ik kan, ja, jij staat ik kan stil, lopen. Daar, ja. Oh, jawel. Hey. Ik hoor mezelf lopen. Alleen ik zie niks. Ja, je bent wel weg nou, inderdaad. Klein beetje omhoog en naar rechts. Maar, serieus, hè? Gaat Aaron mij de weer dit doen? Ik was het helemaal niet. Ik was gewoon aan het kijken hoe het anders doodgemaakt werd. Je staat ook in een deur, zoals mij. In een deur? Ja. Geplet door een deur. Jee! Lene, we horen je niet. Je staat op mute. Oh shit, ik zat de hele tijd in en zelfs waren net. Maar ja, dat hoor je dan niet, hè. Maar ik moest het alleen doen. Dus dat was echt kut. En ik kwam niemand tegen. Of ik kwam heel veel mensen tegen. Ja. Zal weer hier gekild worden bij de download spot. Want dat is de standaardplaat waar ik gekild word. Oh. Godverdomme. Holy shit. Pittig snel. Dit is, klinkt heel sus, maar ik heb Aaron gevonden. In de electrical. Oh, ik liep met Aaron naar beneden, maar ik ben naar reactor gegaan. En hij is erin gegaan. Via de vent. Oh. Nee. Naar beneden. Nee, Celine zag ik wel rechtdoor lopen, inderdaad. Ik liep achter Celine en Celine ging rechtdoor en ik ging electrical in. Maar dat is heel snel gegaan. Ja, ja, want ik sta nog steeds in de cafetaria, want dan had ik twee taken en de tweede taak was nog niet eens af. Ja, ik heb dat boost gehad. Ik heb ook echt alleen wires kunnen. Ja, inderdaad, dat heb ik even gezien. Ik liep door naar Koms. Dus dan heb je Luc nog. Ik was rechts bij de weapons. Weapons? Nee, ik heb dat niet gezien, maar ik heb er ook niet echt op gelet als ik eerlijk ben. Babushka, heb jij Luc gezien? Nee, maar ik was wel de eerste weg. Ik kan me ook niet herinneren dat ik hem heb gezien. Ja, ik ook niet. Ja, jezus. Dat is wel een beetje suspicious. Kut. Ja, inderdaad. Dat drie van ons hier in de buurt waren waarvan die zegt dat hij er niet is. Wat? Ja, dat is wel zo. Milan, ik en Steve zeggen alle drie dat we niet Luc hebben gezien bij Weapons, terwijl die zelf zegt dat hij bij Weapons stond. Ja, maar serieus. Ik heb net mijn meteoriet kapot geschoten en toen ben ik die download gaan doen in de power gezet. Oh, dan staat het best wel lang. Ja, nee, iedereen zegt godverdomme, stel. Dan kan je, in die tijd kan je niet 10 taken doen, nee. Nee, dus... Ik vind het wel knap dat je meteorieten in die tijd hebt kunnen doen. Ja, inderdaad. Dat kan ik net zeggen. Ja, dat was ook heel knap, ja. Terwijl ik alleen wires kan doen in die tijd. Dat vind ik... Ja, maar ik ben er helemaal niks. Super vleug. Ik speel veel shooters. Ja. Wacht, jongens, dat weet je toch niet? Nee, wat? Wat is dit nou weer? Very nice. Ga je ze drinken halen. Chelin staat hier links onder mij. En Babushka daar. Interessant. Daar komt Sander aanlopen. Dan moet ik heel even checken. Oh, dat vertrouw ik helemaal niet. Ah. Lindo. Oh, hier heb ik ook nog een taak. Laat me met rust. Dank je. Steve staat hier. Waarom die hier al staat, die heeft echt nog niet alles gedaan. Oh. Waar? Lower engine. Maar ik heb geen idee wie het gedaan kan hebben. Het was stil. Ja, inderdaad. Iedereen kraken.
Ja. Ik denk wel dat Luc het was trouwens hoor. Ik sta nou in bij Koms net in mijn eentje, maar ik heb niemand aan de rechterkant gezien. Okay. Ik heb twee vermoedens, zeg maar. Ik heb Milan gezien, die had net bij Ik heb Milan in storage gezien toen Klopt. Ik vast zat. Toen ging ik naar boven, naar links, en daar ben ik Celine tegengekomen in de gang. En mij. Ja, wacht, daar ben ik nog niet. Toen kwam ik in Upper Engine, toen zat ik daar vast omdat de deuren allebei dicht waren. En toen kwam ik daaruit en toen zag ik Steve bij security staan. Ja, ik was een kijk. Maar ik denk dat Celine en Steve zijn. Waarom ik? Omdat ik Sander en Chalin bij Storage heb gezien, waarvan Sander van rechts kwam. Van de kant van Koms en Shields. Ja, en Chalin was ook in Storage en die kwam volgens mij van de admin kant. Nou, denk ik, nou ga ik juist eerder denken dat jij bent, Milan. Want jij zag mij op de camera's kijken. Bij security. En vervolgens wordt communications uitgezet. Dus jij zag dat iemand aan het kijken was. Er is iemand bij Lower Engine gevonden. En jij bent van storage naar boven gelopen. Dus je bent er langs gekomen. En je gaat nou twee personen... Nee, hij is in Lower, lower Engine gekillt. En niet in Upper Engine. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schiet ook niet op, hè? Nou, nu al? Ik denk dat het Milan is, want er was iemand zo net aan het woord. Volgens mij is... Steve. Ja, dat was ik. Yeah. Oh, Steve. Oh. Maar goed, die zei dat Milan verdacht was. Yeah. En omdat hij zei in Lower Engine de body was gevonden. Klopt. Ja. Yeah. Ik heb hem gezien in storage, toen zaten we vast. Ja. Yeah. Toen ben ik naar Electrical gelopen. Toen ben ik via Lower Engine, waar nog geen body lag, naar Medical gelopen. En maar heb jij helemaal links onderin Lower Engine gekeken? Want hij lag helemaal links onderin bij de ene taak waar je dat lijntje recht moet trekken, zeg maar. Want daar moet ik ook een taak doen, dus vandaar dat ik daar de body heb gevonden. Het zou kunnen zijn dat ik dat niet heb gezien. Maar ik vind Milan wel verdacht. Toch? Ik vind Milan ook verdacht. Ik denk dat Celine of Steve het is. Alleen omdat ik Steve heel erg defensief vind. Zeg maar, niet zoals nu. Jawel. Maar ik denk dat Luc het sowieso was. Ja dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat we nog maar één erin hebben. Dus dan kan Celine en Steve het niet. Nee. Ik zeg één van de twee, hè. Ja, net zei je wel. En aangezien ik Steve heel erg defensief vind, denk ik juist dat Celine het is. En Steve niet is. Ja, dat zei ze net wel. Maar ja, dat zei je net maar wel. Maar we hebben zo meteen niet zo lang meer. Ja. Ik vind het moeilijk. Ik vind het zelf Milan niet zo verdacht, maar ik weet het niet. Ja, we kunnen altijd anders stevig uitknallen. Dat vind ik zo goed. Ja, dat heb je de afgelopen keer ook al gedaan. Toen was ik het helemaal niet. Dus dat is gewoon echt waarom? Dom. Dit is echt dom. Bij twijfel moet je altijd Stefanie eruit stemmen. Aaron, dat heb je al gemerkt de afgelopen keer. Ik was het helemaal niet. Stel dat je tyfus laat, Ilse. Oh, deze is echt. We zijn klaar, Ilse, als je ons hoort.